Arjen, goedemorgen. Heb je ook al last van burn-out gevoelens? Het zou niet best zijn. Ja, het zijn veel wedstrijden, maar ja, ik vind het alleen maar lekker, zoveel spelen. Dus, Messi oververmoeid, Van Persie oververmoeid. Wat is jouw geheim? Nou, ik ben er een tijdje uit geweest, hè, dus ik had wat rust. Ja, heerlijk, toch? Jij bent niet moe. Nee, joh. Helemaal niet. Robin van Persie is oververmoeid. Hoe gaat het met jou? Ja, maar ja, na zondag aardig moe, maar nee, ik ben fit. De deflection of the ball, stopped again, Kapoor's there. Oh, and it's cleared. That's extraordinary. How on earth did that not end up in the back of the net? Met Ajax komt er ook een belangrijke wedstrijd aan tegen Barça. Ja, klopt, Barça thuis. Ik ben benieuwd. Ik zag dat Messi niet meedeed, maar... En die is overspannen. Die is overspannen, ja, dat begrijp ik wel. Kijk, tegen Ajax uit de arena is altijd moeilijk natuurlijk. Snap je wel dat spelers oververmoeid raken als ze en de nationale competitie hebben en het Nederlands elftal en bijvoorbeeld Europees voetbal moeten spelen? Nou ja, het is heel veel, maar ja, dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, weet ik niet, ik heb niet het gevoel dat dit jaar anders is dan de voorgaande jaren. Dus. Nou ja, je ziet wel dat je veel wedstrijden moet spelen en ja, het kost veel kracht. Dat merk je bij ons ook wel af en toe. Neigt dan de oververmoeidheid, klopt die dan aan de deur? Nou, niet voor een keeper. Dat, niet zo, Nou, als je alleen maar potjes hebt zoals dit weekend, ja, denk dat je dan redelijk moe bent. Ja, ik denk dat we even tegen de verdedigers wat moeten zeggen. Maar nee, dat is gelukkig voor mij niet zo noodzakelijk.